Goedenavond, het is vandaag zondag 13 september. Welkom bij RTV Vandaag. Verrassend politiek nieuws uit Mechelen. De Mechelse schepen Wim Jorissen heeft van de Nationale Partijraad van N-VA zijn lidkaart teruggekregen. De N-VA verkiest in vriendschap uit elkaar te gaan, luidt het, zonder voorafname op de toekomst. Jorissen was uitgesloten na heibel binnen de Mechelse afdeling van de partij. Hij moest ook zijn schepenbevoegdheden afgeven. De discussie ging onder meer over de nieuwe straatstenen van de Brühl en over deelloyaal gedrag tegenover collega's. De Nationale Partijraad ziet geen graten in het lidmaatschap, omdat het politieke mandaat van Jorissen op 31 december afloopt. En ook de Mechelse N-VA kan zich vinden in de beslissing. Het is enkel het feit van het lidmaatschap dat hersteld is. En dat maakt de situatie voor ons vandaag ook duidelijker. Er zijn de voorwaarden die eraan gekoppeld zijn, dat hij sowieso stopt als schepen, dat hij ook zijn ontslag indient als gemeenteraadslid. En dat hij ook niet op interne vergaderingen meer aanwezig zal zijn. Dus dat maakt het voor ons duidelijk, van dat loopt af eind dit jaar en we kunnen voor opvolging zorgen. Straks is Wim Jorissen zelf de gast in onze studio. Café De Plezante Hoek in Lier is niet failliet. Dat willen de uitbaters aan de grote klok hangen. Want het gerucht doet de ronde in de stad en ze krijgen ook deurwaardersbrieven. Die zijn wel bestemd voor de vorige uitbaters, maar voor de huidige cafébazen is de situatie allesbehalve plezant. 3 jaar geleden nemen Bernadette en haar man Café De Plezante Hoek in Lier over. Het café draait goed op zaterdagmiddag, maar de zaakvoerders maken zich zorgen. De vorige eigenaars die zijn uit de zaak moeten uitgaan, wegens ja, dat ze het niet aankonden. En dan zijn wij hier alles terug opgestart. Maar helaas hebben we nooit in een BVBA de plezanten ook stopgezet. Dus dat is 3 jaar nog blijven lopen. Ik heb ook de nodige deurwaarders gekregen en al. Dus de nodige last die kreeg hij helaas van het adres niet af, want de maatschappelijke zetel dat bleef, dus Lisbestraat 125. Eind augustus wordt het faillissement van de vorige zaak uitgesproken. Daardoor denken veel mensen dat de nieuwe Plezante Hoek failliet is. Ik krijg constant telefoon van oei, jullie zijn failliet. Nee, we zijn niet failliet. Dus er is nu een groep ook, dus die komen volgende week een zoektocht doen met 40 personen. En ja, die hebben mij ook al reeds opgebeld voor te vragen, oei, gaat dat wel door, want jullie zijn failliet. Dus eigenlijk in heel Lier, omstreken, is de Plezante ook eigenlijk failliet verklaard. Bernadette is er het hart van in. Onverwacht is de Plezante Hoek niet meer zo plezant. Het enige waar ik eigenlijk wel schrik voor heb, is als wij maandag gesloten zijn en een deurwaarder komt hier binnen. Wat is van BVBA Witty? Wat is van BVBA de Plezante Hoek? Alles is van Witty. Dus van mij een BVBA. Dus ja, wat gaat er gebeuren? Dus... die vraag stel ik mij. Dus ik zou niet graag willen toekomen hier en al mijn meubilair, alles is weg. De eigenaars overwegen zelfs een naamsverandering. De discussie tussen voor- en tegenstanders van een autoluwe binnenstad in Lier laait weer op. De actiegroep Lier Woonplezier voerde gisterochtend actie op de Karthuizersvest. Een straat in Hartje Centrum, maar met de ene auto na de andere. Lier Woonplezier wil de inwoners zover krijgen dat ze korte afstanden te voet of met de fiets afleggen. We hebben vandaag een stuk parkeerplaats ingenomen en daar een soort oase van rust van gemaakt. Een terrasje met wat lichtzetels op. En dat hebben we gedaan om aandacht te vragen voor hoeveel ruimte er eigenlijk opgeofferd wordt aan de auto, ook in Lier. Woonplezier houdt volgende weekend een picknick op de Grote Markt en hoopt op een heel grote opkomst. Open Monumentendag was dit jaar extra speciaal in Mechelen, want voor het eerst gingen de deuren van het Hof van Kortenbach open. 75 jaar lang mocht er niemand naar binnen, omdat het zo bouwvallig was. Nu de instandhoudingswerken klaar zijn, kon dat wel. De rondleidingen waren in een mum van tijd volgeboekt. Heel gepassioneerd vertelt de gids over deze Kortenbach-site. Over hoe het in de 16e eeuw gebouwd werd als een stadspaleis en hoe het daarna als herberg en magazijn gebruikt werd. Het is een unieke kijk die de Mechelaars krijgen achter de grote poorten. Want deze site was 3/4 eeuw hermetisch afgesloten voor het grote publiek. Dit is echt een schandvlek van Mechelen, stel ik nu vast. De gevel langs de Ziekeliedestraat, die was dan op straat zichtbaar. Dat was echt, die stond op instorten. Maar dit gebouw was afgesloten, je kon hier nooit binnen. Dus ik had er geen idee van wat er hier achter de gevel stak. Ik wist ook niet dat het zo vervallen was. Ik had er geen flauw idee van. Een zware kluif om te restaureren, om te renoveren. Maar ik denk dat het absoluut potentieel heeft om... ja, toch iets moois te worden. Het is spijtig dat er zoveel verloederen is natuurlijk achter de poort.
Hopelijk komt het hier goed. Ik denk dat Mechelen dat wel kan gebruiken. En dat potentieel ziet de stad Mechelen wel degelijk. Na veel onderhandelingen en na 75 jaar verloedering door de vorige uitbaters, kwam deze site in handen van de stad. De opwaardering volgt. Er zijn een aantal aspecten. Langs de ene kant willen we het Hof van Kortenbach zelf volledig terug restaureren en casco in concessie geven. Dus het is niet de bedoeling dat dat vanuit de stad zelf uitgebaat wordt, maar dat we daar samenwerken met de privé. Daarnaast komt er hier op de plaats waar we nu staan een open plein. En langs de kant van de Onze Lieve Vrouwenstraat komt een nieuwbouw, een hedendaagse architecturaal appartementgebouw. De instandhoudingswerken zijn al klaar en het subsidiedossier is in opmaak. Als alles volgens plan verloopt, wordt deze parel van Mechelen over 3 jaar een hedendaags paleis. Mechelen krijgt een vestiging van ICT-onderneming van Roei.be, die nu al actief is in de Kempen. Het computerbedrijf neemt Axioma uit Sint-Kathelijne-Waver over en zal zich vestigen in de Bulo-gebouwen langs de E19. Van daaruit wil Van Roei verder doorgroeien richting Antwerpen en Brussel. Als alles goed gaat, verhuist de Giro van Ruisbroek bij Puurs volgend jaar naar nieuwe lokalen in de Kaardijkstraat. De huidige lokalen zijn tot op de draad versleten. Een aannemer start in oktober met de bouw van nieuwe lokalen vlakbij. Die zouden in februari al klaar zijn. Na het Girokamp van volgende zomer neemt de jeugdbeweging er zijn intrek samen met Jeugdhuis Kabaal. 600.000 euro kost de nieuwbouw. Een groot bedrag voor een kleine VZW, maar de Giro heeft een gulle schenker. De kerkfabriek heeft de gronden waarop de lokalen gesitueerd zijn op dit ogenblik verkocht. En met de helft van de opbrengst hebben zij aan ons geschonken, bij wijze van spreken, om als compensatie voor de bestaande gebouwen. Met de centen die we kunnen bijeengaren nu, kunnen we de volledige ruwbouw zetten water- en winddicht. Dus voor de binnenafwerking en de technieken, daarvoor zijn we nog wel op zoek naar de nodige fondsen. Het WK roeien voor Masters op Bloseldomein Hazewinkel in Willebroek zit erop. 4 dagen lang hebben 3.800 deelnemers uit 50 landen het beste van zichzelf gegeven in de recreatieve wedstrijden. Op de laatste dag kwamen Olympisch medaillewinnares Annelies Predaal in actie, net als het illustre gezelschap de Willebroek Vikings. Op het WK roeien weten ze al wel wie de nieuwe K3 wordt. En die komt, hoe kan het bijna anders, voor een groot deel uit Nederland. Mag dat, een Hollandse K3? Kan niet, toch? Echt goed. De sfeer zit er dus ook op de laatste dag nog goed in. De organisatie is tevreden en spreekt van het grootste roeievenement ooit in de wereld. Meer dan 3.800 deelnemers, maar iedere deelnemer gaat in verschillende boten roeien. Dus we hebben bijna 11.000 seats, zoals we zeggen, zeteltjes. Nou, dat geeft een idee van het aantal boten op het water. Donderdag hebben we een start om de 4 minuten gehad. En vrijdag, zaterdag en vandaag een start om de 3 minuten. Met Annelies Predaal vinden we ook een Olympische medaillewinnares terug op het ponton. In 1992 won ze zilver in Barcelona. Ondertussen is ze 50, maar tegen een WK in je achtertuin zeg je geen nee. Ik probeer nog altijd op zondagmorgen te komen roeien. Af en toe doe ik daar in de week nog een tweede training bij. Naar aanloop van dit kampioenschap hebben wij naar 3 trainingen in de week gegaan. Maar uiteindelijk is dat nog altijd zeer weinig. We hebben hier een beetje rondgevraagd aan buitenlandse ploegen hoe dikwijls dat zij trainen. En dan merk je toch dat er heel veel zijn die toch maar 5, 6 keer in de week ook gaan om hier deel te nemen. Dus dat is niet meer aan ons besteed. Daarvoor heb ik de tijd niet meer. Maar het is natuurlijk nog altijd leuk dat je kan meedoen en dat je merkt dat je toch nog een klein beetje mee kan. Ze weet zelfs nog een reeks te winnen en dat is niet het geval voor die andere opvallende deelnemers. Niemand minder dan burgemeester Eddie Bevers neemt de laatste regatta voor zijn rekening. Samen met enkele schepenen neemt hij deel aan de bedrijvenwedstrijd. Willebroek, Viking! Van waar die Vikings? Wel, we hadden toch wel iets ludiek nodig. En dan ja, is het team dat zegt hoe we ermee verder gaan. En het idee is geboren vanuit de boot. Dus ja, een boot, water, ja, Vikings, dan is het de link snel gelegd. Dat is ook het leuke eraan dat we dit eigenlijk op deze manier kunnen meemaken hebben. Qua teambuilding een succes, sportief wat minder. De Willebroekse Vikings eindigen jammer genoeg als laatste. Aan de Ganzenkoor in Duffel hebben een 50-tal mensen met groene vingers samen een moestuintje.
In de samentuin Veldgans en Hofkes kunnen ze biologisch groente telen. En dat is iets wat ze thuis niet kunnen. Snijbonen, prinsessenbonen, rucola, pompoenen, wortelen, chilipepers, warmoes, tomaten, paprika's, courgetten en het rijtje is nog niet af. Anne en Steven hebben het allemaal in hun eigen moestuintje aan de Ganzenkoor in Duffel. Om aanspraak te maken op zo'n perceeltje moesten ze eerst een cursus volgen. Ze hebben ons daar van alles geleerd over wisselteelt en dat dat echt wel belangrijk is om te doen. Dus dat proberen we ook wel op ons veldje te doen. Zo het systeem van de wisselteelt, dat alles elk jaar doorschuift. We hebben ook een plan gemaakt van wat waar moet staan, zodat we ook volgend jaar nog goed weten van de tomaten mogen zeker niet terug op dit veld, maar die moeten doorschuiven naar het volgende. Gisteren is de samentuin officieel geopend. Het regent, maar daar zijn de tuinders dankbaar voor. Het is een warme en droge zomer geweest. Dat heeft ook zijn voordelen. Je ziet, het is heel hard gegroeid, maar we hebben wel heel veel moeten gieten. En dat is ook het voordeel dat we met tweeën zijn. Dat hebben we afgesproken dat Anne doet de oneven dagen en ik doe de even dagen. Dus ja, als het regent, dan hoeven we niet tot hier te komen. Anne en Steven zijn goede vrienden. Ze onderhouden samen één moestuintje, want dat heeft zo zijn voordelen. We zijn met twee, we kunnen samen afspraken maken. Wat gaan we op ons veldje zetten, wat niet. Maar vooral ook als we op vakantie gaan, ja, is dat best wel handig. Dan de ene keer komt Steven hier alles onderhouden. En dan de andere keer als Steven op vakantie is, dan kom ik eens een paar keer meer die weken. En vooral ook qua oogsten. Bijvoorbeeld onze courgetteplant, die is geëxplodeerd. Dat zijn ongelooflijk veel courgetten geworden. Als gezin alleen krijg je dat echt niet verwerkt. De samentuin Veldganzenhofkes bestaat uit 57 tuintjes en er zijn nog enkele percelen vrij. Inschrijven kan via de Milieudienst van Duffel. Het wereldrecord menselijke onderwaterpyramide zou volgende week wel eens kunnen sneuvelen. Duikclub Anorax uit Heistelbenberg bestaat 10 jaar en wil tonen wat ze waard is. De officiële recordpoging is voor volgende week, maar wij kregen al een voorsmaakje. Volgende week valt duikschool Anorax het wereldrecord grootste menselijke onderwaterpyramide aan. Dat record staat nu op 62 duikers. Wij mogen de generale repetitie volgen en die is absoluut nodig. Vandaag gaan we proberen of heel onze logistiek gaat werken. Dat betekent we hebben 75 duikers in het water. Dat moet allemaal goed georganiseerd worden, dat iedereen op het juiste moment, op de juiste plaats in het water terechtkomt. Er zijn ook heel wat veiligheidsafspraken gemaakt, want je weet maar nooit dat iemand in die piramide een probleem krijgt. De club viert met de recordpoging haar 10-jarig bestaan. De leden trainen al een hele tijd, zowel fysiek als mentaal. Ze zijn tussen 8 en 65 jaar. Die piramide die begint zoals een normale piramide met een grote basis. Dat betekent dat de grootste en de sterkste mensen onderaan gaan. En dan gaan we die telkens verder opbouwen tot een top. En op de top komen onze jeugdduikers te zitten. We zitten in het water. Die onderste duikers hebben toch niet heel veel gewicht te verdragen, hè? Dat klopt. We hebben onze jacket aan. Dat betekent dat wij ons kunnen uittrimmen, zoals wij dat noemen. Wij kunnen dus lucht onder druk in onze vest blazen, zodat we bijna zweven. Dus de kunst is inderdaad ook dat die duikers goed getraind zijn om zich zodanig uit te balanceren dat we eigenlijk weinig gewicht gaan hebben. De generale repetitie verloopt naar wens. Volgende week zal alles identiek gebeuren, maar dan met de nodige getuigen erbij en hopelijk een vermelding in het World Guinness Book of Records. Vrijdag om 9:30 is iedereen welkom in het zwembad van Heistelbenberg om alles te volgen op een groot scherm. Voetballegende Jan Keulemans krijgt een eigen reus in zijn geboortestad Lier. Vandaag werd hij op feestelijke wijze onthaald in het Looks, de wijk waar Keulemans opgroeide en waar hij zijn jeugdjaren met plezier doorbracht. Op die plek mocht hij dus de blijde intrede meemaken van, jawel, zichzelf. Iets meer dan 3 maanden werd er geknutseld aan de kasje, want zo kennen ze Keulemans hier. De reus meet 2,65 meter en werd gemaakt door creatievelingen uit de wijk zelf. Keulemans werd in 2014 ereburger van Lier. Dat er nu een reus van hem gemaakt werd, is een grote eer. Het is natuurlijk een jongere versie als schijnt, dus maar ik denk wel dat de mensen er een klein beetje in kunnen herkennen. En zo blijf je hier vereeuwigd in Lier? En zo blijf ik vereeuwigd na ereburger nu van het Luiks, de oorcode, dus het kan niet beter. Het is eigenlijk al een tweetal jaar geleden begonnen toen we de allereerste keer dachten aan de omgang in de Sint-Gumarisfeesten die er zitten aan te komen nu binnen 2 weken, dat we dachten van een nieuwe wijkreus, dat zou toch fantastisch zijn. En we zijn er gewoon aan begonnen.
beginnen na te denken van wie kunnen we daarvoor gebruiken. En de keuze was heel snel gevallen. Jan Kajje Keulemans, het is een van ons en het zal een van ons blijven. En zo denken de Lierenaren er ook zelf over. Jan Keulemans is absoluut één van hen. Wat vind je ervan? Van Jan, een toffe gast. Hè. Altijd hè. Simpel, gewoon en altijd even vriendelijk. Hè. En Van der Reus? Van der Reus vind ik fantastisch. Echt, trekt er sprekend op. Vind je niet? Oh, ik vind het hard vergelijken, ja. Jawel, je kunt het met het halen, hè. Ja. De schapenkoppen verdrongen zich rond Keulemans en de Reus. Want iedereen wou het van op de eerste rij meemaken. Een volksheld en een reus, zij aan zij. Bij het begin van het nieuws zeiden we het al. Er is een oplossing voor het conflict binnen de Mechelse N-VA rond schepen Wim Jorissen. Nadat hij eerder dit jaar uit de partij werd gezet, mag hij nu opnieuw lid worden. Maar ook niet meer dan dat. Gunter Mens had een gesprek met Wim Jorissen in onze studio. Wim Jorissen, welkom in de studio. Goeiedag. Voelt dit als zoete wraak, uw partijkaart terugkrijgen? Wraak is niet het woord dat ik zou gebruiken, maar ik ben uiteraard heel gelukkig. Het is heel fijn als je onterecht uitgesloten bent. Je hebt altijd volgehouden dat het onterecht was. En uiteindelijk wordt dat ongedaan gemaakt. Dat geeft een geweldig gelukkig gevoel, dat wel. Nu, het eerherstel blijft wel beperkt tot dat lidmaatschap. U krijgt bijvoorbeeld uw schepenbevoegdheden niet terug. Nee, dat is inderdaad juist. Maar u weet dat het toch zo is dat ik eind dit jaar, dus over enkele maanden, als schepen zou vertrekken, dat mijn termijn gedaan was. Dus uiteindelijk, zo heel veel verschil maakt dat ook niet meer uit. U bent 2,5 jaar schepen geweest in Mechelen. Hebt u toch geen spijt nu van die korte politieke loopbaan? Wel, ik denk, en dat hoor ik toch overal, vrienden tegenstreven zeggen, dat de Mechelse ondernemers zeer tevreden zijn over de manier waarop ik mijn ambt heb uitgeoefend. Dus dan had je dat natuurlijk langer gedaan, graag langer gedaan. Maar goed, de zaken zijn zoals ze zijn. Maar u houdt er geen digoe aan over? Nee, absoluut niet. Nee. Zeker niet aan mijn ambt. Er is een gevoel van ontgoocheling, zoals het afgelopen is met de Mechelse afdeling van de partij. Dat is een ander paar mouwen. Maar ik moet zeggen, mijn ambt als schepen van economie heb ik altijd zeer graag gedaan. Er is eigenlijk nooit in mijn leven een job die zo graag gedaan heb als die. Dus daar hou ik zeker geen digoe aan over. Komt er ooit een vervolg? Dat is mogelijk. Dat gaan we moeten bezien. Wat de toekomst zal uitwijzen, wat de toekomst zal brengen, dat kunnen we op dit ogenblik niet zeggen. Nu, u bent een gelukkig mens, zegt u, maar is het toch niet een beetje een Pyrrhus-overwinning? Een politicus die wil toch altijd iets bereiken? Wel, voor mij voelt het in elk geval niet zo aan, omdat het uiteindelijk de allereerste keer is dat iemand uitgesloten is en dat die uitsluiting ongedaan gemaakt wordt, dat die persoon terug wordt opgenomen, volledig in eer hersteld, zodat alle mogelijkheden naar de toekomst toe terug open zijn. Ik denk dat dat toch heel wat mooier en heel wat meer is dan een Pyrrhus-overwinning. Bedankt voor de komst naar de studio, meneer Jorissen. Graag gedaan. En met dit gesprek zit deze RTV vandaag erop. Ik zie u zo meteen terug voor een flinke portie sportnieuws.